Vrouwelijk ondernemerschap in het district Brokopondo wordt verder ter hand genomen. De organisatie Toumau heeft vrijdag het startsein gegeven voor een minibeurs, waarbij ondernemers in de gelegenheid worden gesteld hun waar aan de man te brengen. Een andere doelstelling van deze minibeurs is om ondernemers een platform te bieden en hen te motiveren hun onderneming verder uit te breiden. Ludwig Mendelssohn, districtscommissaris van Brokopondo, riep de ondernemers op niet op te geven, maar zich verder in te zetten op de ingeslagen weg. Hij benadrukte dat de kleine en middelgrote ondernemingen de ruggengraat vormen van de economie. In verband met ondernemerschap, het stimuleren van ondernemerschap, zegt dit mij zeker wat. Omdat vanuit het beleid van de regering het zo is van dat wij ondernemerschap moeten stimuleren in het district. Ja, en ik juich dit toe om het feit dat de vrouwen de voortouw hebben genomen. Zeker is het ook hoog aangeschreven op onze agenda van dat wij gaan werken aan capaciteitsversterking voor de vrouw. Dat zij middels deze activiteiten het district hoger op proberen te krijgen. Volgens directeur van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland, Joraisa Poki, is dit meer dan positief te noemen. In deze periode van de economische crisis is het nodig dat wij meer met kleine ondernemers gaan moeten werken om de productie in eigen land te stimuleren. Het directoraat zal zich verder inzetten om de bewoners trainingen te geven en hen de tools te reiken voor hoe een onderneming te starten en deze succesvol te maken. Wij allemaal kunnen niet in de stad zijn, maar waarom gaan we naar de stad? Dat moet ook onderzocht worden. We gaan naar de stad omdat we een betere ontwikkeling willen hebben. Je wil dat je kinderen naar school moet gaan. Er is geen vervolgonderwijs in district Brokopondo, wat middelbare school betreft of universitair of hbo. Vandaar dat de mensen trekken naar de stad. Dus wat de overheid moet doen is de tools die nodig zijn hier, vervolgonderwijs, bepaalde opleidingen te brengen naar de mensen toe. Dat houdt ook in dat je het district een beetje loslaat, verzelfstandig. Dat houdt ook in dat de invulling wordt gegeven aan het decentralisatieproces. Hoe kan ik morgen voeren? Maar omdat we bij Abba zekerheid naar de COVID-situatie. Daarom noem ik deze, naar een tiense, naar een consorunu, taki umang en usa doing. Want feit dat dat meneer, Brokopondo vrouw, eba duri, lek vader mek protetti, we mek protetti voor ons, zo gevaarlijk ude. In principe begint het bij mijn moeder, daarom heet mijn onderneming Yototo Tembe. Yototo betekent Johanna. En Toto is haar tweede naam. Waarom ik mijn moeder is vanaf zeg maar 30 jaar bezig met een pangis. En in 2017 is ze komen overlijden. En ik wil niet dat haar kunsten verloren gaat. Daarom ben ik dan gestart zeg maar in 2014. Van kleins af ben ik erin gegroeid. Mijn moeder heeft ons altijd geleerd van doe wat erbij. Ik ben eigenlijk ambtenaar, maar mijn moeder heeft me altijd geleerd van doe wat erbij. En al mijn zussen zijn dus dan ondernemers. We zijn allemaal ondernemers. Yves Navriede, kapitein van Nieuwgansee, is van mening dat er veel meer bereikt kan worden met deze ondernemers. De kunst is om de verschillende groepen te bundelen om een nog sterker product naar buiten te brengen, dat ook geëxporteerd kan worden. De ondernemers in het district moeten niet met het idee lopen om alleen te verkopen voor toeristen of mensen van Paramaribo, maar voor een ieder. Wanneer we praten over ondernemerschap, dan denken we eerst, vooral hier in onze eigen omgeving, aan handwerken, de mooie pangi, de lakens, kussens lopen naar de sandati. Of nyasa niet, als mij zit, mik om en zo, allerlei, zijn niet ontwikkeld, vooral de laatste tijd. Om een nieuw model, het is mooi, maar cultuur, kunst, de sandati, het chari, ook overal ter wereld. Want dat kan met je kan op moro respecten die tradities. En je sabi een waarde voor de stans dat is maar je doet. Als je buitenstander in een omgeving bijvoorbeeld, dan zie je wat ze doen met een kale baas of met hout of met planten.
noem maar op, alle de goede zou hebben van natuur, dan je hebt moro respecteren met dat. De districtscommissaris is niet uitgesproken over de verschillende talenten van deze vrouwelijke ondernemers en hun durf om te willen ondernemen. Voor de ontwikkeling van het district zijn er nog meer ondernemers nodig om ook mee te helpen aan het creëren van werkgelegenheid. De beurs is zoals eerder vermeld vrijdag van start gegaan en het duurt tot morgen, zondag 6 december.